We gaan weer verder met het programma. Aan de telefoon, Ludwig van Mulier. Ludwig, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit Nijmegen en ik ben u graag weer van dienst met mijn analyses over de politieke actualiteit in ons geliefd Suriname. Want er gebeurt heel veel en zoveel gebeurt er dat men door de bomen het bos niet meer kan zien. Zo luidt het spreekwoord. Sanepsa. Ja, en de Surinaamse ouderen die formuleren het zo. Grontapna acitere. U weet wanneer je naar een koe kijkt en naar het zwiepen van zijn staart, dan zie je dat hij van links naar rechts zwiept. En ook plotseling zwiept als er een vlieg of een vogel zijn huid irriteert. En zo formuleren de Surinamers het. Ziet de wereldpolitiek eruit. Hij zwiept als een architaire van links naar rechts, van onder naar boven, maar je weet niet wanneer dit architaire in beweging komt. Je hebt geen zicht op de structuur van de beweging. Laat mij direct het nieuws voor u voorhouden van woensdag 3 november 2021. Ik doe moeite om in elke uitzending toch te benadrukken op welke datum wij ons bevinden, zodat wanneer deze programma's worden nageslagen, je precies weet met welk tijdsgewricht je rekening moet houden. Ik wil even een persoonlijk nieuws doorgeven, dat ik ook pas vernam. Er is een tijd geleden, heeft het NRC Handelsblad van Nederland, een gerenommeerde krant, die heeft mij benaderd voor een interview. En daar heeft men een podcast van gemaakt. En er was een embargo dat ik het er niet over mocht hebben, omdat natuurlijk de NRC een soort primeur wilde hebben. Meldde me deze week dat de podcast gereed is en in gebruik is genomen vanmorgen om 6:00 AM. En dat elke week om 6:00 AM die podcast met daarin onder andere een heel lang interview met mij, dat zal worden uitgezonden. Dus het is vandaag al uitgezonden en het is online op te vragen bij de NRC podcast van de NRC krant. En de titel luidt Het Geheim van Rijswijk. Het geheim of de geheimen van Rijswijk. En ik ga in op die moordpartij die heeft plaats gehad op een Indonesische muziekgroep door onbekenden tot nog toe onbekenden, en waarbij als doel werd vermoed dat men een aanslag wilde plegen op de bevrijdingsraad die in de stad Rijswijk, in hetzelfde gebouw, op dezelfde etage, een aantal kamers verder, een vergadering had, een politieke vergadering. En de politie en de Nederlandse geheime diensten, de inlichtingendiensten, die tasten nog in het duister over deze moordaanslag die men in feite heeft geplaatst op het konto van Suriname, omdat die hele setting erop wijst dat er in opdracht gehandeld is. Het is vergelijkbaar met de moord op Peter R. de Vries. Er komt uit iets blauw hinein, zegt men, komt er dan een iemand die zegt dat die is benaderd door onbekenden om een moord te plegen. En dat zijn die moorden op bestelling. En zo lijkt die moordpartij, waarbij verschillende bandleden van een onschuldige muziekgroep om het leven kwamen. Volgens de Nederlandse politie en de Nederlandse politiek en de Nederlandse status quo wordt ervan uitgegaan dat die moorden zijn geïnstigeerd vanuit Suriname toen Boutersen dus aan de macht was, en er hier in Den Haag een aantal Surinaamse ambtenaren waren geïnstalleerd, waaronder de inmiddels overleden Marciano Jazreun,
En die viel onder jurisdictie van de toenmalige hoofd van de nationale veiligheid in Suriname, Rupert Christopher. Er waren ook ambtenaren werkzaam, waaronder Antonius, ik noem die namen, bij het consulaat was actief Bali Berenstein. Ja, en kortom, de diplomatieke dienst van Suriname, die was niet een rustige dienst, maar hield zich bezig met allerlei machinaties onder de Surinamers in Nederland. En ik heb in die tijd heb ik gefunctioneerd als politiek leider van de Liga van Surinaamse Patriotten. Ik heb dus in die hoedanigheid dicht bij de politieke besluitvorming gestaan. En dat is de reden geweest dat het NRC Handelsblad mij heeft benaderd. En ik wijs dus nu op het bericht dat mij dus deze week heeft bereikt dat die podcast klaar is. En ik weet, een podcast is gewoon een interview, een radio-uitzending die in verschillende delen wordt uitgezonden en een periode lang. Ik denk dat het enkele maanden gaat duren. En dus u kunt er gerust naar luisteren. En als er evidentie is, want ik weet niet in welke context men een interview gaat plaatsen. Dat is het gevaar van wanneer je interviews afstaat die niet rechtstreeks worden uitgezonden, dan kan men die interviews in een bepaalde context gaan plaatsen die jij niet wist van tevoren. Maar ik ga uit van de objectiviteit. Dus ik ben zelf ook benieuwd hoe het eindproduct eruit ziet. Dat was eventjes dat bericht rondom de podcast van het NRC Handelsblad met een focus op een interview met mij, Ludwig van Mulier, in de periode van het jaren 80, waarin er dingen zijn gebeurd, onder andere de aanslag op de broer van Somohardjo in Rotterdam, de aanslag in Rijswijk, die nooit is opgehelderd, en ook de Rotterdamse moordpoging. Daar is men in het duister blijven tasten. Vandaar de hernieuwde aandacht van het NRC Handelsblad om te duiken in de achtergronden die hebben geleid tot dit soort uit de hand gelopen bestelmoorden, noemt men dat, hè, hier in Nederland. Moorden op bestelling. Ik moet u erop wijzen dat vanaf die jaren 80 er ook in Suriname dergelijke moorden hebben plaatsgehad, dat, en die niet grondig zijn onderzocht. Dus het is niet alleen een Nederlands fenomeen. Het is een verschijnsel dat gepaard is gegaan met de opkomst van de maffia's. De maffia in verschillende landen, met name in Europa ook. Want u moet bedenken dat die Europese eenwording, dus het onder één paraplu opereren van de Europese landen, dat is die EU, dat was actief, met name op het gebied van het geldwezen, is ingegaan bij die eeuwwisseling. En de prelude, de aanloop tot die omwenteling heeft plaats gehad vanaf de jaren 80, 90... dat in Nederland allerlei veranderingen plaatsvonden op het gebied van bestrijding van de criminaliteit. En zo is ook, dat zeg ik even, dat u de tijdgeest een beetje weer naar voren kan halen. Want ik heb in een eerdere uitzending heb ik erop gewezen dat ik in deze maand november, die wij beschouwen in Suriname als de maand waarin wij onze onafhankelijkheid herdenken, die meestal gevierd wordt op 25 november, de datum die dus deze maand nog moet vallen. En dan kijken wij terug naar 25 november 1975. En dit is een van de onderwerpen die zeker aan de orde zal komen. Ik wijs ook op de actualiteit waarbij de Nederlandse status quo, er moet nog even blijken vanuit welke hoek het initiatief is genomen, maar is ook begonnen met de arrestatie van een 55-jarige Surinamer in Amsterdam, die ervan verdacht wordt oorlogsmisdrijven te hebben gepleegd
En men heeft er heel sumier over gerapporteerd. Dus de informatie is nog vers. En ik heb erop gewezen dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om iemand die in dienst was van het Nationale Leger onder leiding van Desi Bouterse. En als men nu mensen die in dienst hebben gestaan van het Surinaamse leger, dat volgens de toenmalige status quo het reguliere leger van Suriname werd geacht te zijn, ja, dat is nou het gevaar van staatsgrepen. Wanneer je een staatsgreep pleegt middels gebruikmaking van het leger, dan is dus, wanneer die staatsgreep is gelukt, dan is dat leger de nieuwe status quo in het land, dat gewapende hand een nieuwe situatie creëert in het land. Maar wanneer die staatsgreep mislukt, dan is datzelfde leger, wordt dan beschouwd als een rebellie. Dan ben je een rebel en dan heb je een mislukte poging gedaan om de greep naar de macht te doen in een land. En dan word je gestraft. En dat is het fragiele rondom staatsgrepen, dat je er van verschillende kanten naar kunt kijken. En we weten hoe het in Suriname is afgelopen. De Surinaamse staatsgreep van 25 februari 1980 is aanvankelijk met de mantel der liefde bedekt. Zowel de kerken in Suriname, van alle kerkgenootschappen, hindoes, moslims, de rooms-katholieken, de reformeerden, allemaal hebben op het laatst zich gekeerd tegen Henk Aaron van de NPS, die toen president was. En men heeft begrip opgebracht voor de volksopstand waarvan er sprake was en waarvan tegelijkertijd een conflict in het leger onder de militairen dat gaande was, gebruik heeft gemaakt van die ontevredenheid onder de bevolking. En zo is onder die omstandigheden in 1980 een staatsgreep gepleegd in Suriname. En nu, zoveel jaren na die staatsgreep, weten we dat het een en al ellende is geweest wat die staatsgreep met zich mee heeft gebracht. Maar daar kunnen wij niet eenzijdig alleen de militairen de schuld van geven of de Surinaamse politiek. Het was een chaos in Suriname. Het is nog steeds een chaos, omdat op het moment dat wij in de postkoloniale fase van de politieke ontwikkeling van ons land zelf verantwoordelijk zijn voor het wel en wie van de natie, dan zien wij precies waar het in Suriname aan schort. Hoe sterk wij zijn of hoe zwak wij zijn. En helaas moeten we de balans opmaken dat het Suriname zeer ontbreekt aan goed geschoolde politieke leiders die richting kunnen geven aan de Surinaamse politiek. Vandaar dat ik deze kwestie even aanhaal in verband met die actualiteit. Maar het heeft te maken met een structurele aangelegenheid in Suriname, namelijk de postkoloniale fase na 25 november 1975. Dat je die moet evalueren op de merites, op grond van wat onze prestaties zijn geweest in de politieke zin en hoe Suriname er vandaag de dag voor staat. En dat ga ik dus nu in de loop van dit programma, aan de hand van de politieke actualiteit, ga ik dat proberen aan te duiden. Laat mij, zoals altijd, even beginnen met de update van de COVID-pandemie die nog steeds in de wereld heerst en waar alle landen ter wereld mee worstelen. En ik zal me beperken tot de algemene gegevens wereldwijd, dat men tot de conclusie is gekomen dat een gemiddelde dat al bereikt is in die rijkere landen van de vaccinatiegraad is, kun je stellen, 70%. Dus dat betekent dat dus wereldwijd in de hele wereld, in die landen die hun organisatie goed voor elkaar hebben, die een goede volksgezondheid hebben
en die betrouwbare statistieken erop nahouden, er rond de 70% van de bevolking al gevaccineerd is en zelfs een tweede vaccin heeft gekregen. En dat dus zo, ik kan zeggen, ruwweg 1/3 van die rijke landen niet gevaccineerd is. Het percentage schommelt rondom de 30%. En er is natuurlijk nu een zware druk op die groep mensen die niet gevaccineerd is om alsnog zich te laten vaccineren. En daar gaat de werelddiscussie over dat die groep die is gevaccineerd, die beweert dat die nu gevaar loopt door die 30% mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat is die hoofdstelling. En de mensen die niet gevaccineerd zijn, die betwisten de waarheidsgetrouwheid en de deugdelijkheid van deze stelling. Want ze zeggen dat nergens bewezen is dat de niet gevaccineerden, dat die het virus verspreiden. En dat men alleen maar dingen aanneemt op grond van rapportages in verschillende landen om de eigen gedachtegang, wishful thinking noemt men dat, om die kracht bij te zetten. En zo zie je ook dat het Nederlandse beleid dat gemaakt is door De Jonge, de minister van Volksgezondheid, dat beleid zwalkt. Van de ene keer gaat men op een bepaald spoor staan, de andere keer laat men het spoor los. En zo is er ook in Nederland twijfel ontstaan over de wetenschappelijke onderbouwing van het standpunt dat men inneemt rondom het coronavirus. Nogmaals, het gaat niet zozeer om het beleid, want beleid is beleid. En het beleid in Nederland is dat iedereen geacht wordt van de zijde van de Nederlandse overheid om zich te laten vaccineren. Dat is beleid. Maar nu is de vraag, waarom wordt dat beleid gevoerd? Dus op welke wetenschappelijke gronden baseert de regering zich? En dan is er dus in de wereld een discussie ontbrand over allerlei aspecten rondom biologische virussen en de bescherming van de mensheid daartegen en tegen het COVID-vaccin zelf, hoe dat zou zijn ontstaan in China of niet, en een discussie rondom de succesvolle parering van het COVID-virus, COVID-19-virus. En daar is een medische claim. Ja, er zijn mensen die beweren dat zij immuniteit versterkende middelen hebben ontdekt en kunnen klaarmaken die bestand zijn tegen dat virus. Dat is dus interessant om daarnaar te kijken. En die strijd is een strijd van patenten en octrooien. Wie claimt het beste medicijn te hebben tegen het coronavirus. En je hebt een discussie over de effectiviteit van de vaccinatie. Van wat doet men eigenlijk met het inspuiten, het injecteren van mensen? En hoe zeker is men ervan dat men op het juiste spoor zit? En precies daar is de reden die de niet-gevaccineerden aangrepen om aan te geven dat die wetenschappelijke discussie nog niet is voltooid en dat daarom die regering haar beleid om te vaccineren niet 100% wetenschappelijk kan staven. Ja, dat heb ik even kort samengevat voor u waar het een beetje allemaal om gaat in die COVID-pandemie. En dan plaats ik Suriname tegen deze achtergrond. En dan kan ik u zeggen dat Suriname er weinig van bakt. We hebben een zeer een onervaren minister van Volksgezondheid, Amar Ramadine. En die wordt niet aangesproken op zijn verantwoordelijkheden. En die verschuilt zich achter zijn overnamebeleid, het kopieerbeleid dat hij heeft. Dat hij dus bijna alles wat hij doet, beargumenteert met buitenlandse gegevens. Dus hoe men in Nederland tegen de zaak aankijkt en elders in de wereld, dat haalt hij aan als evidentie voor zijn in Suriname gevoerd beleid.
terwijl we weten dat de bevolkingssamenstelling van Suriname afweekt van de normale bevolking van diverse landen. Zeker als je het met Europa vergelijkt, waar men meer een eenzijdige bevolking heeft. En Suriname heeft men een pluriforme bevolking. Dat wil zeggen dat grotere delen van het volk behoren tot verschillende etnische groepen. En dat dus daarmee ook rekening gehouden dient te worden. Maar goed, dat is niet anders. En daardoor, door het gevoerde beleid van die regering in Suriname, is er een wantrouwen ontstaan bij de bevolking. En waar is dat wantrouwen op gebaseerd? Het is heel simpel. Terwijl de nieuwe regering onder leiding van de VAP aanzit, ziet die bevolking dat een bepaalde kleine kern in de VAP, dat die in feite erop aanstuurt een etnisch beleid te voeren in Suriname en dat die de president onder controle heeft. Want de president voert een familie en vrienden, en etnische vrienden natuurlijk, beleid waarbij met name zonen uit de Hindoestaanse bevolkingsgroep bevoorrecht worden en bevoordeeld worden. En voor de mensen van de Hindoestaanse bevolking te versterken, en dat zal ik aan de hand van een aantal nieuwsfeiten aantonen dat nu de actualiteit beheerst. Ja, ik ga opzettelijk niet in de diepte. Ik verwijs slechts naar de stand van zaken dat er onrust en onvrede in Suriname aan het groeien is, naar aanleiding van wat zichtbaar is bij deze regering, dat men een beleid voert dat etnisch is en dat men niet in staat is de belangrijke politieke en economische problemen van het land op te lossen. Integendeel, dat ga ik ook aantonen, dat men in feite met de genomen maatregelen bewijst dat men niks te maken heeft met de publieke opinie. En dat is een veegteken. Dat duidt erop dat er een gebrek is aan politiek inzicht bij de huidige regering en dat men niet weet waar men eigenlijk met het land Suriname naartoe moet. Het is vergelijkbaar met het proces toen na een staatsgreep in 1980 de militairen in Suriname de macht kregen, de politieke macht, en niet goed wisten wat zij met die macht moesten doen. Op het moment dat je in zo'n situatie komt te verkeren, dan ga je je afstemmen op allerlei adviseurs, want die mensen die aan wal zijn, men zegt de beste stuurlui staan aan wal. Ja, de man op de inaboto, de man klap asjoro in die aanwijzing. Maar als die boot zingt, dan zijn die opvarenden die aanwezig zijn in die boot, die zijn de klos. En de mensen die advies hebben gegeven, die kunnen hem lekker smeren. Ja, en daar moeten wij nu oppassen. Wanneer een regering politiek zwak is, gaat zij zich afhankelijk opstellen van toevallige adviseurs die rondom zich groeperen, rondom de nieuwe machthebbers, rondom de president. En dat zijn niet altijd de allerslimsten. En die brengen dus die president op verkeerde paden. Zo heeft men ook Desi Bouterse in het proces na de staatsgreep van 1980, heeft men Desi Bouterse verleid om op verschillende paarden te gaan gokken. En toen is Desi Bouterse een weg ingeslagen die primair gericht was op bescherming van zijn eigen persoon en op verrijking van hemzelf en een groep rondom hem heen. Kortom, de belangen van het volk worden niet meer in de gaten gehouden en er begint chaos te ontstaan. En we zien dat nu al in april stadium Suriname heeft geleerd. En dat is nou een leerproces in de politiek. Dat men zegt dat wanneer volkeren bepaalde ervaringen hebben gedeeld en weten hoe bepaalde politieke ontwikkelingen uitpakken, dat ze die fout niet twee keer maken. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. En het lijkt dat die Surinaamse ezel van die stenen houdt, want die stoot zich constant aan diezelfde stenen.
Maar goed, we gaan dat weer proberen te illustreren. Namelijk, in Suriname hebben dus de ondernemers, die zagen dat die minister van Volksgezondheid bijna niks deed op het gebied van gericht beleid om die economie niet in elkaar te laten storten. Gericht COVID-beleid bedoel ik, hè? En toen hebben ze het initiatief genomen om met die minister te gaan praten. En dan moet ik u zeggen, ik vind het een goede zaak dat dus dat de horecasector in Suriname bij elkaar is gekomen in een vereniging, een organisatie. En ze hebben gezegd, we gaan persoonlijk met die minister praten om te horen of hij oor heeft voor onze problematiek. En dat hij niet onder het mom van een coronabeleid onze economie kapot maakt. We gaan even de man aan de tand voelen om te kijken of de man de capaciteiten heeft om ons uit het dal te loodsen. Want, zeggen zij, het beleid dat tot nog toe is gevoerd, daar houdt de minister met geen enkel argument uit die horecasector houdt de minister rekening. Waardoor die sector bijna helemaal op zijn gat ligt. Goed, dus dat is dan geschied. En mijn kritiek daarop nu is, als je ziet, ik moet u zeggen, ik denk bij mezelf, wat is er in Suriname aan de hand met onze Biggie Fassi, onze Biggie Memory? Dus de horecasector begint te roepen, we willen met die minister praten. En dan lees ik in de kranten, en zo luiden al die berichten, dat allerlei geweldige hoogwaardigheidsbekleders die ontvangen de delegatie van degenen die protesteren uit die horecasector, die worden ontvangen door meneer Ajay Munsi en door Marinus B. Die komt erbij kijken. Dat is allemaal in het nieuws. En de woordvoerder van de horecasector is Marto Di Harjo, meneer Jonathan Marto Di Harjo. En dan gaan ze apart weer met die minister praten. Dus ik weet niet, zoveel gesprekken. Zo'n klein land als Suriname, man. Je pakt toch een telefoon of je maakt de afspraak op de hoek. Maar dan maakt men een soort bericht van dat ding. Meneer, ik wil dat ding gaan bestuderen. Met wie er allemaal onder gesproken is. Simpel, over een simpel vraagstuk. Nou, dat ding gewoon plat zeggen. De horeca-ondernemer in Kano in Suriname. Dat zijn de klos. En ten einde raad willen ze persoonlijk met de minister praten. En dan zet men een cordon van hele belangrijke mensen die petities in ontvangst nemen. Ik denk bij mezelf, man, Suriname. Eén klein dingetje maakt men zo groot, waardoor het lijkt alsof het een onoplosbaar vraagstuk is. Maar goed, in de hele wereld heb je dit soort problemen, dus in Suriname ook. Maar wat maakt me een beetje somber, dat terwijl in de hele wereld er wordt gesproken over die derde boost, het derde vaccin, dat men aanbeveelt met name aan oudere mensen om het derde vaccin te nemen, is er in Suriname nog steeds een discussie tussen de minister en de volksgenezers, mensen uit de religieuze hoek, dat men het oneens is over de benaderingswijze van de coronapandemie. En wat men in Suriname ook helemaal niet hoort, is op welke wijze de huidige minister zich denkt te beschermen tegen het voorkomen van virussen in de toekomst. Omdat de biologen wereldwijd hebben geconstateerd dat de wereld zich moet opmaken nadat men dit coronavirus onder controle zal hebben, dat men zich kan opmaken voor het opdoemen van andere varianten van hetzelfde van dus dit type virussen. En dat komt gewoon omdat de wereld aan het veranderen is. En met name virussen, dat kunnen biologen goed uitleggen, die bevinden zich overal, met name in de bossen. Maar wanneer men de bossen, het oerwoud, à la dol aan het kappen is, dan vertrekken die virussen uit hun normale hoek, een schuilplaats, en dan gaan die virussen een plaats zoeken tussen de mensen. Dat is een beetje kort door de bocht, simpel
wereld aan de hand is. We pompen olie uit de bodem zonder dat we weten waar van de wereld die aardbol in elkaar gaat ploffen. We kappen bossen zonder, ja, dat weet men tegenwoordig al wel, dat men heeft ontdekt de samenhang tussen de CO2-uitstoot en de absorptie van CO2 door bossen, door groen. Dat weet men inmiddels al, maar toch blijft men doorgaan met grote kracht. Gaat men door met het weghalen van het bos. En de biologen hebben gewaarschuwd dat wanneer het bos weghaalt, je de normale verblijfplaats van virussen in het bos, die maak je kapot. En dan gaan die virussen een andere locatie opzoeken om zich te vermenigvuldigen en om te gaan wonen. Ze gaan een andere habitat gaan ze zoeken. En met name de dieren gaan zich ook verplaatsen als u het bos kapt waarin apen moeten blijven en wilde dieren. Ja, en die worden geconfronteerd dat hun habitat, hun huis, is weggekapt door de mens. Dan gaan die dieren andere locaties opzoeken. En ze komen steeds dichter bij die mens. Waardoor je dus een proces krijgt in op deze aarde dat bacteriën en virussen en allerlei onheil wat zich meestal tussen de wilde dieren ophoudt in de bossen waar de mensen niet komen, dat verandert. En dan krijg je dus al die dingen, die bacteriën en virussen die tussen die wilde dieren eigenlijk altijd vroeger waren, die komen steeds dichter bij de mens en die besmetten ook de mens. En zo krijg je dus een nieuw type bedreiging vanuit de biologie, vanuit de natuur voor de mens. Maar goed, we zijn niet op biologie les, maar ik laat u zien de samenhang tussen de vernietiging van het bos bijvoorbeeld en het verspreiden van ziektes en virussen. Dat die dingen met elkaar samenhangen. Verder is Suriname gemeld dat de prijzen weer omhoog gaan, dat de maand november een heel slecht signaal is gegeven door de regering, want de prijzen van alle goederen gaan weer omhoog. En wat begrijp ik uit al die prijsstijgingen, vind ik het meest alarmerende wat we kunnen melden, is dat de prijs van water in Suriname omhoog is gegaan. En we weten dat water, zoet drinkwater, krioelt in Suriname. We zijn een van de landen ter wereld met het meeste zoetwaterreservoirs die de regering gratis kan oppompen. Overal hebben we kreken met zoetwater, waar de regering gratis dat water oppompt en naar de stad vervoert en raffineert en ontsmet en maakt tot gezond drinkwater. Suriname heeft een goede kwaliteit drinkwater. En wat zien we? Dat nu men bezig is allerlei prijzen te verhogen in Suriname van goederen die geïmporteerd worden, omdat de import duurder aan het worden is. Zien we dat die regering sneaky ook maar de prijs van water omhoog aan het doen is. En nu kan je natuurlijk allerlei redenen bedenken dat water ook door pijpleidingen moet gaan en die pijpleidingen moeten worden geïmporteerd en die moeten worden betaald door de viezen en zo. Je kunt er smoes mee bedenken. Maar al die jaren dat de regering gratis water heeft gepompt uit die kreken in verschillende regio's, en met name welke mensen zijn het meest de dupe geworden van de waterleidingssituatie in Suriname, dat zijn de mensen van het district Para. Omdat het grootste deel van het drinkwater van Suriname komt uit het district Para, met die verschillende zoetwaterkreken die er zijn. En men heeft die mensen, men heeft gratis het water weggepompt uit de Republiek. Daar staat de fabriek van de waterleiding. Ik heb daar in mijn familie zelfs mee te maken gehad. Ik heb het een paar keer verteld in deze uitzendingen, dat mijn oom van mij, die komt rechtstreeks uit India, de heer Mohammed, James Mohammed, de oude Surinamers, die zullen hem wel kennen, die is uit India gehaald om de waterpompen te maken voor de Surinaamse waterleidingmaatschappij.
En die is een voorbeeld van een Hindustaan rechtstreeks uit India. Die is komen te wonen in Para tussen de Creoolse broeders en zusters. Hij is dan ook getrouwd met een mooie Creoolse dame. En dat is mijn tante, een zus van mijn grootmoeder. En zo hebben wij in de familie Mohammed, die verwant is aan de familie Snow. Dus overal waar je Snow hoort, mag je ten dele ook Mohammed meedenken. En dat is een mooi voorbeeld. Daarom vertel ik dit, niet om persoonlijk interessant te doen, maar ik wijs u op die gemengdheid van de Surinaamse bevolking. Dat wij nergens zullen komen als wij Hindustanen gaan opzetten tegen Creolen. Want die bevolkingsgroepen zijn, zonder dat u dat precies weet, behoorlijk al vermengd met elkaar. Ja, het zijn geen aparte groepen meer in Suriname. Dus je bent bezig dan het volk gewoon in delen te hakken. En goed, ik heb het over de prijs van het water dat omhoog is gegaan. En ik moet u zeggen, de Surinaamse bevolking leidt er nu onder. En ik was een voorbeeld aan het geven hoe door het gratis water weg te pompen uit bepaalde regio's van het land en naar de stad te vervoeren, zodat die stadsbewoner lekker gebruik kan maken van een schoon drinkwater, dat daardoor, en dat men niet beseft, maar ik ben ermee geconfronteerd omdat ik in die regio met projecten bezig ben, is het grondwater van Republiek en omgeving is gedaald. Het grondwater van de Coropina Creek, die het meest is gebruikt voor drinkwater, en het begint daar ergens bij Cola Creek, krijg je een aftakking van allerlei kleine kriekjes, waaronder de Tawayakura Creek. Die vloeien allemaal in de Coropina Creek. En het water van de Coropina Creek wordt bij Republiek afgetapt. En in grote buizen gepompt naar de stad. Dat wisten een heleboel mensen niet. En dat gebeurt alleen maar gratis. En maar wat is dan de consequentie geworden? Dat al die mensen van vier kinderen, Bersaba, Mijnhoop, zijn plantages die aan elkaar grenzen bij Republiek, Witsan-I, allemaal worden geconfronteerd met een daling van het grondwaterpeil. En dat wil zeggen dat vroeger waar ze makkelijk cassave, nappi en allerlei grondvruchten, men noemt het in Suriname gronjang, waar men heel gemakkelijk gronjang kon planten, dat is niet meer het geval. Die dingen groeien moeilijker omdat die wortels dieper moeten gaan grijpen naar water. Want door het uitbuiten van het zoete water in die omgeving ten faveur van het drinkwater in Paramaribo, de landbouw in die regio aan verschraling onderhevig is geweest. Dus men moet op een bepaalde manier weer gaan leren bevloeien en gaan leren bemesten om die grond toch nog goed te kunnen gebruiken voor de landbouw. Het einde is niet in zicht, maar je moet nu geld er tegenaan gooien om je bodem eerst een beetje op te peppen voordat je kan planten. En vroeger was het zo, je kon gewoon een stek van een cassave, van een oude cassave plant. Maak je een aantal stekken, je zet ze in de grond, je hebt een nieuwe cassave plant. Dat gaat niet zomaar toepadraaien nu. Je moet gaan kijken dat je die plant water geeft en dat die niet zit in een bodem die helemaal is uitgewerkt en waarvan het grondwater is gedaald, waardoor met name die knolvruchten moeilijker gedijen. Maar goed, ik ga ook niet meer een tuinbouwles geven hier, maar de plantkundigen, de landbouwkundigen, de tuinbouwkundigen in Suriname, die kunnen het beter uitleggen dat die dingen met elkaar samenhangen. En dat nu, wat ik het gemene vind, is dat nu ook die waterprijs omhoog gaat in Suriname, terwijl die mensen die dat water jaren hebben afgestaan gratis, nu ook die verhoging zullen moeten gaan betalen. Dat is een oneerlijke. Dat is een oneerlijke en dat kan niet. En ik kan u zeggen dat die bevolking gaat het hierbij niet laten. Ze worden echt nu door wanbeleid van die regering, door het niet hebben van een goed politiek overzicht, wordt die bevolking eigenlijk geplaagd, getreiterd. En dan ga ik even naar het algemene nieuws in Suriname. Dat wanneer ik hoor
dat er een diefstal is gepleegd bij de anticorruptieafdeling van de regering. Dus de afdeling die zich tegen corruptie afzet en dus de corruptie moet beperken, daar wordt er gestolen. Dus het is een voorbeeld van hoe die structuren in Suriname en gewoon die organisatie van die maatschappij compleet in de war is. En dat deze regering die verwarring vergroot. En natuurlijk een bijdrage aan die verwarring wordt geleverd door het enorme verschil in ontwikkeling tussen twee politieke partijen die in de regering zitten. Tussen de VAP en de ABOP. Ja, het verschil is dat de ABOP rekening moet houden met een achterban, een electorale achterban die niet hooggeschoold is. En de VAP kan bogen op een ontwikkeld district in Nikeri, die op allerlei niveaus steun geeft aan de VAP. En als je die twee dingen met elkaar combineert, is het het beste recept voor chaos. Dat de een de andere gaat nadoen, maar het is net alsof wanneer u in een auto zit en u ziet, ik heb het meegemaakt. Laat me dat in mijn voorbeeld geven, is makkelijker te begrijpen. Ik heb in auto's gezeten waarbij tijdens die rit je tot de ontdekking komt dat die chauffeur niet goed ziet. Hij aan mijn tik trottoirband. Je zit naast die man en je ziet de pad draait, pakt die man een trottoirband. En dan blijkt het gewoon dat die man niet goed ziet. Maar jij als bijrijder mag niet beboeien met het stuurgedrag van die chauffeur. Dus het enige wat je kan doen is, zodra je ziet dat een man tegen een trottoirband die mag aan, je maar, hey, chauffeur. Ja? En dat gebeurt nu ook in Suriname in de politiek. Dat de bevolking ziet dat die regering politiek zwak is. En die gaat dus steeds meer roepen. Zodra ze zien dat de regering op de trottoirband mag gaan. Dan mag Bari, hey, chauffeur, look, boom. En dat kan je niet blijven doen. Want eens gaat die auto stoppen bij een zware, hoge trottoirband. Gaat er een echte ongeluk gebeuren. En dat is iets, dat is die sfeer nu in Suriname. Dat men ziet al dat het slecht gaat. Men ziet dat die regering dat niet kan oplossen. Dus het is wachten op de Assan op Bos. Waar gaat dat ding een punt bereiken? Wat men noemt het in het Amerikaanse Engels, zeg maar, een point of no return. Dat het einde is van die regering. Daar wacht men op in Suriname van. Wanneer gaan ze een fout maken die zodanig is dat je dat niet meer kan herstellen, dan moeten ze de consequenties daarvan accepteren. Maar ik zeg als politicus en journalist, zeg ik, wij hoeven niet op dat punt te wachten. Want dat is op zijn Surinaams uitgedrukt, dat dit wil dit in een film. Dus je hoeft niet te wachten op dat moment. En dat is het appel wat ik doe aan de totale georganiseerde Surinaamse samenleving. Om het niet zo ver te laten komen dat wij ons laten ophitsen, dat er etnische onlust gaat ontstaan, rassentegenstellingen, dat er onrust gaat ontstaan op het vlak van de lonen. Mensen kunnen de gestegen prijzen niet meer betalen. Ik heb geluisterd naar vakbondsleider Salons, die een goede job doet door de moed erin te blijven houden en die vakbeweging erop blijft wezen dat ze alleen maar door gezamenlijk op te treden kunnen ze deze crisis bezweren. En ze moeten zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Dat was een goede set van meneer Salons. Maar nogmaals, we hebben meerdere Salons nodig in de Surinaamse maatschappij. En we zijn nu op het pad dat die bevolking begint te begrijpen dat een goede zaak zou zijn als men georganiseerd in actie komt om deze regering erop te wijzen dat de koers die de regering vaart drastisch moet veranderen. En als die regering dat niet doet, dan vrees ik het ergste. En ik zeg het u, het is niet 5 voor 12. Ik denk dat het al 12 uur is. Het moment is zeer nabij dat de partijpolitiek in Suriname heeft gefaald. Ja,
Men heeft geen concept meer. Men heeft alle deskundigen het land uitgejaagd. Men moet het doen met allerlei figuren die in de regering zitten, die van kant nog wel weten. Dus we moeten snel aan die bel trekken dat we dat proces van neergang tuiten. Omdat het gaat zodanig erg worden voor Suriname, dat we de zaak niet meer kunnen keren straks. En dat we nog een eeuw eraan moeten pakken om te herstellen wat er nu fout gaat. En dan wil ik zo'n beetje naar het einde gaan door erop te wijzen dat dat etnische conflict is vergroot doordat er een Indiase filmploeg in Suriname is gekomen. En in Nederland, moet u nagaan, Nederland constateert men dat de laatste tijd er meer mensen uit India, Suriname worden binnengelaten. En met name die filmploeg, daar is van gerapporteerd dat die zich misdragen heeft in Paramaribo. En zich heeft laten verfilmen en foto's heeft laten maken van de op motorfiets rondrijdende Indiërs in Suriname. Die eigenlijk een houding aannemen van nou zijn wij aan de macht. En dat valt in verkeerde aarde in Suriname. En waarom zeg ik dit? Omdat in Suriname nu sprake is van rapportages van de Verenigde Naties. Er zijn delegaties in Suriname van diverse commissies, van mensenrechtencommissies, die aan het kijken zijn in welke mate Suriname zich aan de mensenrechten houdt. En dan ziet men, en in dat verband is er gerapporteerd dat deze regering van Suu Kyi verdacht wordt te doen aan mensensmokkel. En dat doet men op Indiërs die langs de achterdeur Suriname worden binnengelaten. Soms rechtstreeks, soms via Guyana. Maar het is een diffuus, zeer onduidelijk proces. Maar Nederlandse deskundigen hebben bevestigd dat die stromen Indiërs naar Suriname significant toenemen. En de Surinamers maken zich zorgen. Er is ook geconstateerd dat de regering zich schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel rondom de komst van Haitianen in Suriname. Waar er heel veel aan verdiend is. En daar kan een Haitiaan die daar een belangrijke rol in heeft vervuld, meer van mee praten. En dus deze rapportages wijzen erop dat er een etnisch gericht beleid gevoerd wordt door de regering van Suu Kyi om de Hindustanen in Suriname in aantal te doen toenemen, omdat hij natuurlijk ook is gaan rekenen en heeft gezien dat je met 20% tot 25%, dat zijn de percentages, als alle Hindustanen op de VAP zouden stemmen, dan heb je nog maar een kleine groep die nooit electoraal iets kan betekenen in Suriname. En dat is precies de reden waarom dan de zaak uit de hand gaat lopen. Want wanneer je niet met legale middelen een meerderheid kan bereiken, dan ga je dat doen met illegale middelen. En dan wil ik eindigen door te wijzen op de prestaties van een aantal Surinamers in Nederland. Natasha Kensmil, die de Johan Vermeerprijs, dat is 100.000 euro, heeft ze gekregen voor projecten binnen haar schilderkunst. Dus een prijs, dus de Johannes Vermeerprijs is een prijs voor de schilderkunst, Johan Vermeerprijs. Ja, dus dat is, die prijs is in handen gevallen van Natasha Kensmil. Verder gaat er een museum komen in Amsterdam. En daar wordt nog heftig over gediscussieerd. Maar wat me opvalt, is dat die mensen die betrokken zijn bij allerlei projecten en aspecten die te maken hebben met het slavernijverleden. Ja, en dat noem ik namen als Barry Dickman en je hebt nu ook een meneer Van Wind of de Wind die genoemd wordt, die rondom het museum wordt voert. Mevrouw Verrier, hoor je al die namen? En ik moet je zeggen, het bekruipt, mij bekruipt het gevoel dat men, wanneer men met dit soort nationale zaken bezig is, men telkens uit de hele beperkte kleine kringen recruteert en enorm onrecht doet aan vele Surinamers verspreid over heel Nederland die zich op allerlei manieren hebben ingezet voor Suriname en het lot van de Surinamers, met name ook het lot van de Afrikaanse Surinamers, maar die nooit betrokken worden bij die nationale projecten. En dan doe ik dus met name de wijze waarop dat museum Amsterdam
tot stand komt en wordt ingevuld. Het zijn telkens weer diezelfde namen. Ik plaats ook een klein punt van kritiek bij diegenen die over een heel goed initiatief gestalte geven. De Black Achievement Month. Ja, maar er wordt niet in de diepte en in de breedte goed doorgepraat met de Surinamers in Nederland. En in dit verband eindig ik door te wijzen op een nieuw boek van dokter Mac Doenbaks in de Bijlmer. De man is zeer actief in het schrijven en heeft nu een laatste boek gepubliceerd, Racisme in de Bijlmer. Ja, die brengt gewoon het racisme dat er is goed in het voetlicht. En ik had de vorige keer al aangekondigd dat nieuwe boek van Vincent de Kom. Vincent de Kom is lid van GroenLinks en ik samen met een aantal Surinamers die een bijdrage hebben geleverd aan het boek, een boek gepubliceerd, Antonologie, in dat boek. En ik ga, dus ik heb gezien dat de tijd voorbij is, maar ik beloof u, in een van onze uitzendingen ga ik op de inhoud, het gaat immers om het racisme, ga ik zeker in op die inhoud. En u hebt nog een aantal kleine onderwerpen van mij te goed, maar de tijd gebiedt mij nu te stoppen en de gelegenheid te geven aan de luisteraars om vragen te stellen of in te gaan op bepaalde onderwerpen. Dit was Ludwig Familier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. Ludwig, tot de volgende bedankt. Keer. Dank u wel. We hebben meneer Marcel aan de telefoon. Meneer Marcel, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Ludwig. Goedemorgen meneer Iwan. Meneer, ja, president Santokki heeft meegedaan aan de klimaattop in Glasgow. Maar heeft meneer Santokki een plan om bijvoorbeeld het Surinaamse bos te beschermen? Want dat is gigantisch groen. En ja, is hij in staat maatregelen daarvoor te treffen tegen ontbossing in Suriname verder? Dank u. Dank u wel. Ja, het antwoord is nee. De president Santokki heeft geen enkel plan. En ik heb een artikel van Nita Ramcharan gelezen, waarbij een foto is geplaatst. Met onder die foto de president met de minister van Buitenlandse Zaken en nog een paar andere waardigheidsbekleders die aanwezig zijn op de klimaattop. En daaronder staan de Surinaamse wereldleiders. De Surinaamse wereldleiders op de klimaattop. En ik had voorbereid om te behandelen, maar ik heb er geen tijd voor gekregen. Dat meneer Santokki daar is gefilmd op een spreekgestoelte in een lege zaal. Je ziet dat er nauwelijks mensen daar hebben geluisterd naar die redenvoering van hem. Dus om aan te geven aan de vragensteller dat Suriname van nul en geenerlei importantie is daar op die vergadering. En ook niks te zeggen had, want ik heb drie dingen genoteerd. Op zijn minst twee. Namelijk, meneer Santokki praat over: we moeten innovatief gaan worden in ons denken. Maar ik denk, er valt niks te denken, er valt te handelen. Het is zo duidelijk, maar dat is die vraag ook van meneer Marcel. Er moet ervoor gezorgd worden dat het Surinaamse bos niet misbruikt wordt of weggekapt wordt. En daarover heeft meneer Santokki geen cijfers. En alle Surinamers kunnen gaan staan op de wegen in het binnenland. Dan gaat u zien hoeveel grote trucks met boomstammen elke dag voorbij rijden, maar meneer Santokki weet dat niet. En praat nog steeds over 93% van ons landoppervlak zou zijn bedekt door bos. Nou, dan woont meneer Santokki niet in Suriname. Dus dat is het zogenaamde innovatief denken dat ik heb gehaald uit die speech van meneer Santokki. En hij heeft nog iets anders gezegd, wat mijn wenkbrauw heeft doen fronten. Meneer Santokki heeft het gehaald over: We moeten gaan dromen van vermindering van de CO2-uitstoot. Dus we moeten innovatief denken en dromen hoe we die uitstoot gaan verminderen. Maar nergens staat er welke inspanningen Suriname heeft gedaan om tegemoet te komen aan de klimaatdoelen. En hoe het ons vergaat met het bereiken van die doelen. Mm-hmm. Ik kan u zeggen dat het allerbelabberd is. Ja. Dat was het. Meneer Beulenson, nogmaals goedemorgen.
Ja, nogmaals, Ludwig, goedemorgen. Goedemorgen. Ludwig, ik ga het kort en bondig houden. Is er dan na Venetiaan, is er überhaupt iemand, een leider, die visie had? Is mijn vraag. Dankjewel. Dat is een hele goede vraag. Kijk, het is namelijk zo dat vele leiders hun gezicht niet durven laten te zien. Waarom? Het kenmerk van de oude politiek in Suriname, en Lachmon had bijvoorbeeld, Pengel en Lachmon, die hadden er een handje van, die provoceren door hun politiekvoering, provoceren zijn partijpolitieke leden om te kijken of er mensen in hun geledingen zijn die leidinggevende aspiraties hebben. En op het moment dat die mensen zich laten verleiden om oppositie te voeren in het openbaar, is het eerste wat die leiders doen, is die mensen te kortwieken. Dan weet je dat je eruit gekieperd wordt. En zo is Hindori, om maar een voorbeeld te geven, toen het uur U aanbrak in Suriname, dat er een volledige medewerking vereist was om de onafhankelijkheid te verkrijgen, is het de held, de Surinaamse volksheld, George Hindori geweest, die Lachmon moest overhalen om die parlementaire meerderheid te gunnen aan Suriname om de onafhankelijkheid te kunnen verwerven met een parlementaire meerderheid. Dat is de heldendaad van George Hindori geweest. Dus ik geef voorbeelden van leiders, de figuren die worden weggesabeld en weggehoond. En dat is ook gebeurd met George Hindori. Hij is door Lachmon als volksvijand nummer 1 behandeld. En hij is nooit meer daar te boven gekomen. En het wordt nog steeds tijd dat de Hindustanen in Suriname dat gaan inzien. Dat de grote leider, politieke leider van de Hindustanen, niet meneer Lachmon is, maar meneer George Hindori. Dat is om een concreet antwoord te geven op de aanwezigheid van alternatieve leiders in Suriname. Die zijn er nogmaals, maar die worden gesaneerd als ze laten blijken dat ze aspiraties hebben in het politieke leiderschap. En daarom vertoeven zij onder de oppervlakte. En het komt erop aan dat bij omwentelingen, dan zie je dan dit gebeuren, dat zodra er zuurstof ontstaat en ruimte om alternatieve leiders te accepteren, dat ze vanzelf naar voren komen. En ze zijn er gewoon, omdat ze er gewoon zijn. En we hebben ook jongeren die heel veel in hun mars hebben, maar ze moeten begeleid worden. En ze worden niet goed begeleid. Toen Maïssa Neus de kop opstak via de sociale media en plotseling erin slaagde om via nieuwe methodes grote groepen Surinamers de straat op te krijgen, dat heeft zij als eerste gedemonstreerd. Dan krijg je dus een reactie daarop dat mensen haar gaan aanvallen en elke fout die ze maakt en toen ze een glaasje te veel op had en bij een verkeers aan de aanrijding betrokken was, werd dat haar politieke dood. En dan heb je de leedvermaak, dan gaat men zitten lachen als jongeren in de fout gaan, in plaats dat mensen begeleid en beschermd, omdat zij het nieuwe leiderschap zijn van de toekomst. Hoe je erover denkt, Uno, op zijn Surinaamse zegt, Uno na gwewe gwe. Maar die jongeren, die moeten de kans krijgen door vallen en opstaan, nieuw leiderschap vorm te geven. En die zijn er. Alleen ze krijgen geen kans. Okay. Door die machtswellustelingen en die dieven en geboefden die in Suriname nou de leiding hebben. Die geven die jeugd geen kans. En wij gaan openingen moeten creëren voor de jongeren, dat ze daadwerkelijk ons in onze toekomst kunnen begeleiden in de politiek. Meneer Kempis, goedemorgen. Ja, goedemorgen nogmaals, Botse. Goedemorgen, Ludwig. Goedemorgen. Ja, ik had een vraag naar de heer Ludwig toe. Als ik zo te horen krijg dat Santoki 28 zetels vraagt, met al die praktijken die hij uithoudt vanwege Indiërs smokkelen via Guyana achter de deur en Bruiswijk roepen opwindelen van de Afro-Surinamers, vraag ik me af waarmee ze binnen. Is er een eenheid of is het iets ergens in de politiek waar de etniciteit zich vooraf speelt?
als je zo hoort met alle benoemingen en alle dingen waarmee ze natuurlijk bezig is, dat het nou niet te einde kan brengen. Dat was mijn vraag. Ja, ik heb die vraag begrepen. Bedankt in elk geval, meneer Kempis. Goeiedag. Dat is een goede en duidelijke vraag. Bedankt voor die vraag. En u zegt het goed. De bevolking heeft door dat als wij dit proces dat nou gaande is, van het ophitsen van bevolkingsgroepen tegen elkaar, als wij dat, wij moeten nu onze eigen verantwoordelijkheid nemen en dat proces stoppen. De Surinaamse bevolking wil dit niet. Er wordt aangestuurd op etnische onlusten in Suriname. En gelukkig kan ik zeggen dat de constructie van de Surinaamse samenleving het niet toestaat dat deze tegenstellingen tot een uitbarsting komen. Het gaat niet zo ver komen als in Guyana, omdat in Suriname gelukkig het zo is dat er geen bedrijfstakken zijn, geen verticale structuren die geheel bemand worden door één bevolkingsgroep. Het heeft er wel bijna naar uitgezien dat de landbouw een Hindoestaanse aangelegenheid zou zijn, maar het is beperkt gebleven tot de rijstbouw. Ja, maar dat gelukkig in Komowijnen de Javanen ook blijk hebben gegeven. En in Saramaka wordt er ook aan goede landbouw gedaan. En dat is dus geen eenheidsworst. Ja, maar op het moment dat één bedrijfstak in handen komt van één groep, dan heb je een strand aan de knikker, zoals men dat zegt. En ik geef altijd het simpele voorbeeld. Als in Suriname een donnybuschauffeur altijd alle donnybussen, alle kleine busbedrijven in handen van Hindustanen, als zij besluiten alleen maar Hindustanen te vervoeren, kan die busdienst niet gedijen, kan hij niet werken. Hij moet, en dat geldt ook voor de Chinezen, als een Chinese winkel besluit alleen maar te verkopen aan Chinezen, dan kunnen ze die winkel sluiten. Dus gelukkig is die Surinaamse samenleving zo dat wat voor business je ook opzet, ben je afhankelijk van die andere bevolkingsgroepen. En dat is de zegen van Suriname, dat een kleine garantie is dat hoewel men moeite doet om groepen tegen elkaar aan te zetten, dat is ontstaan door het Nederlands kolonialisme, die is ermee begonnen, maar het heeft geen kans in Suriname. En dat is eigenlijk de glas en de glitter van onze Surinaamse bevolking, die dat wel degelijk begrijpt. Maar we hebben goede leiders nodig die dit proces, die leiding kunnen geven aan het integratieproces in Suriname. En we hebben niet van die sneaky mensen nodig die in het hart zitten van de VAP, die op een geniepige manier die economie in handen willen koersen van Aziaten. En dat is een foute zaak. En ik hoop dat we snel dit proces stoppen en dat we onze nieuwe leiders een kans geven om het land Suriname uit die neergaande spiraal te halen. Want die mogelijkheden zijn er nog steeds. Ik blijf hoop koesteren. Dat was mijn antwoord. Ja, ik heb iemand anders aan de telefoon, meneer. Oké, dat is tegen hem. Ja. Mevrouw Talita. Ja, goedemorgen. Ik hoor dubbele stem daar. Goedemorgen, meneer Van Milieu. Goedemorgen. Ja, ik ben actief in Nederland, maar ook actief in Suriname. Ik heb daar namelijk een stichting, het heet samen met anderen. Het heet Stichting Ondersteuning Ontwikkeling Klaaskreek. We gaan de K veranderen naar Brokopondo. En ook heb ik ook onlangs ook contact met mensen van de padvinder. Dus dat de kinderen verwijzen of ouders verwijzen naar de kinderen naar de padvinder kunnen gaan. Om bepaalde dingen te leren, vooral normen en waarden. En om te weten van hoe ze moeten werken. Maar ik heb een paar keren geprobeerd om contact te krijgen met arbeidsbureau daar van Suriname. Misschien weet jij mij te vertellen hoe dat zit, kunnen mensen makkelijk gaan om werk te zoeken? Want ik heb in het verleden wel iemand werk laten krijgen, tenminste door middel van via iemand anders. Hij werkt nu bij de overheid, hij is helemaal dankbaar voor, hij heeft zijn eigen huis. Maar in die tussentijd probeer ik ook contact te krijgen met arbeidsbureau daar, om te kijken hoe krijgen we onze jongeren aan het werk, leren en studeren. Dus dat is mijn vraag.
Oké, okay. Talita, bedankt. Begrepen, hartelijk dank voor die vraag. Hele goede vraag. En ik moet u helaas teleurstellen dat als het gaat om stimulans te verwachten vanuit de Surinaamse overheid voor het particuliere initiatief, en in dit geval van u, voor het oppeppen, het opboosteren van de mogelijkheden van jongeren, dan hoeft u op niks te rekenen van die overheid. U moet het zelf doen. U bent goed bezig. U hebt op eigen kracht die stichting opgezet. U bent met verwijzing. U zegt dat u kinderen begeleidt naar de padvinderij. Prima zaak. Blijft u op dat niveau organiseren en ontwikkelt u initiatieven om financiering te zoeken in de particuliere sector voor uw plannen. Want de overheid is niet alleen moeilijk om ze mee te krijgen in het denken. Op het moment dat er sprake zal zijn, want daar gaat het altijd op uitdraaien, dat men subsidies moet geven, dingen moet financieren of zoals men dat noemt, een subsidie moet gaan verstrekken aan projecten, dan belanden we in die spiraal van corruptie in Suriname, waar u dan weer op heel andere gronden zal worden tegengewerkt. En meestal is het zo, te kijken af waarmee u bezig bent, te kopiëren snel iets wat erop lijkt, en ze zeggen aan u dat ze al mee bezig zijn. Dat is het patroon wat ik overal tegenkom. Van zodra mensen met nieuwe dingen komen, zegt men van de zijde van de overheid dat zij niet de enige zijn die met die dingen bezig zijn en dat men ermee bezig is. En in de tussentijd hoort u niks meer van ze. Dus nogmaals, verlies uw tijd niet met die overheid. Ik weet wat ik zeg. U kunt liever in de particuliere sfeer zoeken naar medestanders en in de particuliere sfeer zoeken naar financiering. Want dat, die mogelijkheden zijn er. U moet gewoon doorgaan. Ook al wordt u een beetje ontmoedigd. Gewoon doorgaan. Want dan alleen gaan we verandering krijgen in Suriname. Als van onderen op, vanuit die bevolking zelf initiatieven ontstaan om verandering te brengen in Suriname, dan gaat die bevolking het werkbewustzijns verhogen. Omdat die bevolking gaat inzien dat diegenen die hun kinderen aan die padvinderij hebben gestuurd, maatschappelijk beter aan toe zijn. En dat diegenen die in projecten participeren, die iets produceren, er beter aan toe zijn. En dat gaat ertoe leiden dat het bewustzijnsniveau gaat stijgen. En niet een gesjoemel met mensen die een dik salaris verdienen voor het niks doen. Daar schieten we niet mee op. En ik heb ook een oplossing voor de grote ambtenarij bij ons, die maar niets aan het uitvreten is. Ze zitten daar te verpieteren en ze zoeken allemaal geld. Het enige wat je kunt doen is die ambtenarij te gaan omvormen. Er moeten nieuwe sectoren komen waar men de ambtenaren in verplicht te gaan werken. Dan heb je meer aan ze. Want ik ga u verzekeren, u kunt blijven zoeken naar iemand die zich bezighoudt met jongeren. Dan gaat u na heel lang zoeken iemand vinden. En die gaat alleen checken als er bij u wat te halen is. Die gaat dat ding omdraaien. In plaats dat die u gaat helpen met financiering of met planning of met propaganda, gaat hij kijken als hij er zelf rijker van kan worden. Nogmaals, vertrouw op jezelf en zoek steun bij het particuliere initiatief. Oké, Ludwig, ik wil je heel hartelijk dank zeggen. Oké, Iwan, dat was het dan voor deze keer. Luisteraars, odi odi, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De vrijdag. En, ja, dat was het dan. Ja, oké, bedankt. Bye bye. Ja.